Beste mensen, het was een mooi moment tijdens de afgelopen campagne voor de statenverkiezingen. We hadden eerder dit jaar in Den Haag het gebruikelijke Radio 1 verkiezingsdebat met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. En daar kwam ik tot mijn verrassing ook Dirk van Dijk tegen, al heel lang SGP-statenlid in Overijssel. Ook hij zou aan het programma meewerken als nestor en afscheidnemend statenlid. En voor wie hem niet kennen, ik zag hem lopen net. Dirk, waar zit je? Daar. En ik hoorde blij verrast hoe hij met een onvervalste Overijsselse klankkleur aan het begin van het debat glashelder het SGP-geluid vertolkte. Hij zei, geef de provincies toch vooral tijd en ruimte om zelf nuchter aan de slag te zijn met het stikstofbeleid. Niet met dictaten vanuit Den Haag, maar van onderop. In goed overleg met de boeren om wie het gaat. Dat was in de roos. Precies wat onze Rudolf Bisschop in de Tweede Kamer ook steeds met verf heeft uitgedragen. Gevoed door al die gesprekken en werkbezoeken in het land. En dat die boodschap zo naadloos aansloot, was niet omdat de SGP met een ijzeren regie vanuit Den Haag of Rotterdam wordt aangestuurd. Nee, dat sloot goed aan omdat we als SGP'ers weten waar we met elkaar voor staan. Op allerlei thema's, maar ook zeker op zo'n thema als stikstof. We dienen goede rentmeesters te zijn en dat met oog voor de praktijk van alle dag en de werkelijkheid op het boerenerf. En dat inzicht krijg je niet vanzelf in een Haagse vergaderzaal of een Hilversumse studio. Nee, we moeten het land in. Steeds weer op bezoeken bij bedrijven. Naar luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben in Staphorst, in Wekerom, in Vlissingen. Opsnuiven of al die Haagse plannen ook echt gaan werken. En bij de afsluiting van het verkiezingsdebat waar ik het net over had, had Dirk van Dijk opnieuw een boodschap waar mijn SGP-hart sneller van ging kloppen. Hij deed de warme aanbeveling om ons goed te verdiepen in de geboortepapieren van Nederland, zoals de Unie van Utrecht, het plakkaat van Verlatingen. Daarin wordt God erkend als de allerhoogste bestuurder, als de koning der koningen. En daarin wordt er ook op gewezen dat de overheid dienstbaar moet zijn aan het volk en niet andersom. Inderdaad, zo is het. Dat raakt het hart van het SGP-geluid. Die Bijbelse grondslag, het verwijzen naar Gods geboden en beloften, dat is en blijft het kloppend hart van onze SGP. En daarom blijven we ook tegen de stroom in helder uitkomen voor bijvoorbeeld die Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit. En daarom blijven we ook indringend verzet aantekenen tegen de steeds verder gaande aantasting van de bescherming van het menselijk leven door abortus en euthanasie. Beste mensen, de uitslag van de statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen was voor de SGP zonder meer bemoedigend. We ervaren dat als een geschenk van boven, als een verhoring van gebeden. Er is ook met groot enthousiasme veel werk verzet, hartverwarmend, waardering voor al die mensen die hier zoveel tijd en energie in hebben gestoken. In heel wat waterschappen en provincies zagen we mooie winsten voor de SGP. In de Provinciale Staten was er overal behoud van statenzetels en in zowel Flevoland en Utrecht zelfs een zetel winst. En we mogen wel zeggen, dat is te midden van alle aardverschuivingen een prachtig resultaat. En daarmee is ook het behoud van onze beide zetels in de Eerste Kamer dichterbij gekomen. Dat blijft nog spannend. Uiteindelijk is het namelijk afhankelijk van de definitieve verdeling van restzetels. We zien uit naar de voortzetting van de uitstekende samenwerking met onze senatoren Peter Schalk en Dirk van Dijk.
In meerdere provincies is de SGP op dit moment betrokken bij de vorming van colleges van gedeputeerde staten. Het kleiner worden van de traditionele partijen geeft dat wat dat betreft ook weer juist nieuwe kansen voor de SGP. Dat is een goede zaak. We zagen de afgelopen periode al hoe, met veel respect, hoe de SGP-gedeputeerden onder soms lastige omstandigheden veel mochten betekenen. Ik heb het over Gert Harm ten Bolscher in Overijssel, Harry van der Maas in Zeeland. En Harry gaat in Zeeland als gedeputeerde in de voetsporen van de ons onlangs ontvallen Van Heukelom. We gedenken George Van Heukelom ook hier met groot respect en dankbaarheid. Vanuit een belijnde overtuiging, de handen uit de mouwen steken voor een bijdrage aan betrouwbaar bestuur, daar werken we graag aan mee. En we wensen dan ook iedereen die hierbij betrokken is in die vorming van die colleges van gedeputeerde staten heel veel wijsheid toe. En mooi trouwens ook om te zien hoe achter de schermen onze SGP-bestuurdersvereniging ook nuttig werk heeft verricht en nog steeds verricht om ook kennis, ervaringen te delen, adviezen te geven. De gemeenteraadsverkiezingen en die verkiezingen voor de staten en waterschappen, die lieten veel elan zien. Jongeren en ouderen zetten met aanstekelijk enthousiasme hun schouders steeds weer onder die SGP-campagne. En we mogen wel zeggen, dat geeft moed en dat geeft hoop voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, die beleefd en welzijn volgend voorjaar zullen worden gehouden. Dat zijn voor de SGP hele spannende verkiezingen. Laten we helder zijn, het is erop of eronder. Elke stem telt. En ik weet het, dat is altijd al een gevleugeld woord, maar het is hier wel in het bijzonder waar. Laat iedereen, is daarom mijn oproep, laat iedereen die bij andere verkiezingen het SGP-hokje wist te vinden, dat straks nu opnieuw gaan doen. Want dan is, menselijk gesproken, een SGP-zetel zeker te halen. We weten dat er in het verleden vanuit de SGP-achterban bij Europese verkiezingen ook thuisblijvers waren. We vragen hen indringend om dat standpunt te heroverwegen. Er is immers ook echt een nieuwe situatie. De SGP komt voor het eerst met een zelfstandige lijst uit. En met veel waardering hebben we de afgelopen jaren kunnen zien hoe Bert-Jan Ruijsen actief en deskundig de SGP-boodschap bracht. Voor het leven, voor huwelijk en gezin, opkomend voor boer en visser, voor vervolgde christenen, voor Israël. En hij verzet zich waar hij kan tegen te veel Brusselse bemoeienis. Er staat dus veel op het spel. Wel of geen bijbels gefundeerd SGP-geluid in het Europees Parlement. En ik zeg het nogmaals, ook omdat er wel eens verhalen rondgaan van is het nou eigenlijk wel haalbaar, zo'n SGP-zetel in het Europees Parlement? Het antwoord is dus ja, als alle kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen of die bij de afgelopen Statenverkiezingen opnieuw SGP stemmen, als die dat ook weer gaan doen bij de Europese verkiezingen, dan kan Bert-Jan dat SGP-geluid blijven vertolken. Waar we als SGP in zowel het Europees Parlement als in het Nederlands Parlement zij aan zij voor strijden, is ook voor het goed recht van Israël in het Midden-Oosten. De moderne staat Israël herdenkt dit jaar het 75-jarig bestaan. Alle reden voor een hartelijke gelukwens. We wensen Israël en het Joodse volk boven alles Gods rijke zegen toe. De geboorte van de moderne staat Israël is een zichtbaar teken van Gods trouw. Wie had dat kunnen denken? Na zoveel eeuwen van verstrooiing, na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, na de gruwelijke Holocaust, toch weer een eigen staat. En we zien dat de tegenstand ook in kringen van de Verenigde Naties in de jaren erna in rap tempo alweer toenam.
Sinds de eerste dag van haar bestaan wordt ook de moderne staat Israël steeds weer bedreigd. Het is letterlijk een godswonder dat Israël tijdens de Arabisch-Israëlische oorlogen niet van de kaart is geveegd. En nog steeds zien we regelmatig fel oplaaiend geweld door raketbeschietingen, het oplaten van vuurballonnen. We zien het allemaal. En er is niet alleen de dreiging van buitenaf, ook de sterke interne spanningen vandaag de dag in Israël baren grote zorgen. Toen ik met een politieke delegatie eens in Israël was, ontmoetten we een rabbijn die ons vroeg wat het doel van onze reis was. En vertelde dat we er waren om de kansen voor vrede te bezien. Hoe de verhoudingen zich ontwikkelden tussen Israël en de Palestijnen. Hij antwoordde toen, en ik zal dat nooit vergeten, heel goed dat jullie dat doen. Doe vooral je best. Maar ik zeg er één ding bij, zei de rabbijn. Besef tegelijk dat vrede nooit het resultaat van menselijke inspanning is. Het is altijd een geschenk van boven. Een les om nooit te vergeten. Israël en het Joodse volk en wij met hen zouden de goede, de Bijbelse weg inslaan door vooral omhoog te zien en met Psalm 124 uit te roepen: onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is ook onze wens voor onze koning, voor het koningshuis. De koning mocht in de afgelopen tijd niet alleen zijn verjaardag vieren, maar er ook bij stilstaan dat het 10 jaar geleden was dat zijn koningschap begon. De verbindende betekenis van het Oranjehuis in een gepolariseerd Nederland is zonder meer betekenisvol te noemen. Laten we hem vooral ook gedenken in onze gebeden. Bidden om wijsheid en kracht om deze hoge verantwoordelijkheid vruchtbaar inhoud te geven in deze turbulente tijden. Partijgenoten, de oorlog in Oekraïne blijft een aangrijpende werkelijkheid. Zoveel nodeloos bloedvergieten door gewelddadig Russisch handelen. Zo'n schrijnend gebrek aan respect voor de gerechtvaardigde keus van het Oekraïnse volk om zelf te kunnen beslissen over de toekomst van hun land. Bij velen heeft dit strijdtoneel ook de ogen geopend voor de hardnekkigheid van het kwaad in de wereld. De noodzaak om onze defensie op orde te hebben, te brengen, wordt nu van links tot rechts meer erkend. Maar om te voorkomen dat dit besef weer weg ebt, want laten we eerlijk zijn, zo zie je dat toch steeds weer gebeuren. Daarom heeft onze fractie met steun van andere partijen een wetsvoorstel ingediend waarmee de defensieuitgaven worden vastgelegd op de NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product. En we hopen dat dit wetsvoorstel dit najaar ook in behandeling kan worden genomen en een goede uitkomst mag hebben. Ook in eigen land is er de nodige onrust. De beklemming van de coronatijd is nog niet vergeten. Een stijgende inflatie, hoge energieprijzen, een gepeperde kassabon in de supermarkt is voor velen een flinke aanslag op de huishoudportemonnee. Landelijk en gemeentelijk is er warm omzien nodig naar diegenen die de eindjes niet of nauwelijks meer aan elkaar kunnen knopen. Goed dat de doorgeschoten plannen voor gratis kinderopvang zijn uitgesteld. En wat de SGP betreft maken we er afstel van. En investeren we in plaats daarvan in minder lasten voor alle gezinnen. Ook in het beheer van de overheidsportemonnee is er voorzichtigheid geboden. Te veel wordt er door dit kabinet de rekening doorgeschoven naar de toekomst. Onder het motto: maar geld lenen kost tot nu geen geld, is de afgelopen tijd geregeld bezweken voor de verleidelijke lokroep om steeds maar weer geld te lenen. Daarmee werd soms vrede gekocht in een verdeelde coalitie, maar wel door een onverstandig voorschot te nemen op de toekomst. De stijgende rente nu maakt dat
uiterst pijnlijk duidelijk. Er leven breed zorgen over de gebrekkige slagkracht van de overheid. En de uitstraling van het kabinet Rutte 4 helpt daar niet bij. Die is er helaas vooral een van verdeeldheid en machteloosheid. Laat het antwoord echter niet zijn nog meer ambitieuze plannen. Maar wat de SGP betreft juist een lesje in bescheidenheid. Niet alles vanuit Den Haag proberen te reguleren en te beheersen. Meer bescheidenheid, meer realiteitszin, meer gebruik maken van de sluimerende krachten in de samenleving zelf. Regeren vraagt vooruitzien. Dat geldt zeker ook voor de jeugd- en gezinsproblematiek. We zien het toch om ons heen. Waar het in gezinnen, in relaties tussen ouders misgaat, daar moet een leger van hulpverleners op de been worden gebracht om te proberen die schade te herstellen. Maar intussen wordt met allerhande belastingmaatregelen steeds meer inzet van beide ouders op de arbeidsmarkt aangejaagd en aangejaagd. Waar is het besef dat mantelzorg en het opvoeden van de kinderen gewoon tijd kost? En dat dat ook voluit de moeite waard is, dat dat ook de toekomst van onze samenleving raakt. Het gezin als hoeksteen van de samenleving, dat is geen slogan uit vervlogen tijden, maar actuele werkelijkheid. En goed dat ook met die Week van het Gezin hier bij de vinger wordt gelegd. Fractiegenoot Chris Stoffer heeft deze week met recht en reden namens de SGP aangedrongen op verankering van het gezin in de grondwet. Een goede zaak om hier meer oog voor te hebben. De tijden zijn niet gemakkelijk. Hoor je nog wel eens om je heen. En dat is voluit waar. Maar dat zijn ze ook nooit geweest. In de tweede brief aan Paulus, van Paulus aan Timotheus wordt allerlei kwaad al eerlijk bij de naam genoemd. Het gebrek aan natuurlijke liefde. Het liefhebben van zichzelf. De onmatigheid. Maar toch is met die ernstige tekening van de werkelijkheid van het kwaad, ook in de Bijbel, nooit een reden gegeven voor cynisme of zwartgalligheid. Nee, Paulus roept het Timotheus wel toe. Als je daartegen ingaat, reken maar niet op applaus. Maar houd met overtuiging vast aan de schriften, aan de Heilige Schrift, waarin het geloof in Christus als de weg, de waarheid en het leven zo helder wordt getekend. De schriften zijn het die wijs kunnen maken tot zaligheid, maar die ook zoveel onderwijs geven, zoveel wijsheid bevatten voor het leven van alle dag, in gezin, in samenleving, in de politiek. Vanuit die vaste overtuiging, vanuit dat geloof, mag ik zelf ook alweer bijna 25 jaar Kamerlid zijn. Het is de Heere God die daarvoor de kracht wilde geven. Hem komt daarom bovenal de dank toe. De Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Ik maak ook graag gebruik van de gelegenheid om mijn familie, de achterban, partijbestuur, van harte te bedanken voor hun gedurige gebed. Het grote vertrouwen, de warme steun. En ik denk dat ik daarmee niet alleen voor mijzelf spreek, maar voor al die andere SGP-vertegenwoordigers, bestuurders in de gemeente, in de provincies, de waterschappen, de Eerste en Tweede Kamer, in het Europese parlement. We lezen in de schrift dat toen de ballingen uit Babel terugkeerden en aan de slag gingen met de herbouw van de tempel, en grootse plannen waren. Maar het resultaat viel al snel bitter tegen. Er kwam tegenstand met als gevolg moedeloosheid, machteloosheid. Er kwam niets meer van terecht. Maar toen kwam er hemelsonderwijs, zo lezen we in Zacharia 4. Het woord van de levende God
kwam tot Zerubabel, de politiek leider van de teruggekeerde ballingen. En daar klonk het. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Is dat niet ook het geheim? Niet menselijke kracht of inzicht. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt God. En wat wordt er geroepen? Genade, genade, zei dezelfde. En dan klinkt daar ook dat rijke, ontroerende en troostrijke woord. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Mogen we zo ook als SGP'ers in het politieke leven staan? Uitzien naar de krachtige werking van Gods geest. Persoonlijk beseffen dat we het steeds weer van genade moeten hebben. Maar ook de dag van de kleine dingen niet verachten. Ik dank u.